eventjes, want ik wil naar de tweede stelling. En die gaat over dat er gespeculeerd wordt nogal op het effect van het verdrag op het Rusland van Poetin, zullen we maar zeggen. Voelt hij zich in het nauw gedreven en dreigen er vreemde sprongen door Poetin? Of dampt het verdrag juist de ambities van Poetin in, Handenbroeke? Ja, kijk, Poetin denkt zelf heel anders over handel. Hij heeft een model van een douane-unie die er meer uitziet als een gevangenis. Als een land daar binnenkomt, kan je alleen nog maar aan de Russische markt leveren. Daarvan zegt Oekraïne, daar kiezen we niet meer voor. Het aardige van dit handelsverdrag is dat je nog steeds afspraken met Rusland kunt maken. Doet Oekraïne ook gewoon, hebben we gisteren ook nog weer gehoord. Maar misschien is het nog wel veel belangrijker, is dat het wederzijds voordeel oplevert. Dat is precies wat Nederland over de hele wereld al doet, sinds de 16e eeuw. Piet Hein, Michiel de Ruiter. We zijn er maar nu geworden. Gaat het weer over de handel. Over de inhoud, maar de stelling gaat over de veiligheid. Wordt het met het verdrag veiliger, Joram van Klaveren? Het verdrag is natuurlijk in die zin ook mede oorzaak van de instabiliteit in die regio. Dus dat is echt bijna het tegenovergestelde. Daarnaast, en dat vergeet meneer Ten Broek te melden, als we de memorie van toelichting lezen bij dit verdrag, dan stelt het kabinet zelf dat dit het meest verstrekkende en meest diepgaande verdrag is dat ooit is afgesloten door de EU met een derde land. Het is dus veel meer dan alleen handel. Op en het de gaat, interne markt, het meneer gaat Van Klaveren. Niet, het dan gaat moet u niet, daar eerlijk in zijn, nee, op de interne markt. Niet, dat staat daar niet. Zeker wel. Nee, dat staat daar niet bij. Het gaat dus niet alleen om handel. Het gaat ook om militair-strategische samenwerking. Het gaat om visumliberalisatie. En dat zijn geen zaken waar Nederland beter van wordt. We kunnen beter nee zeggen. En handel drijven deden we in het verleden al. Dat doen we op dit moment ook. En dat kan ook zonder dit politieke verdrag. De stelling is, het associatieverdrag is goed voor de vrede in Europa. Handenbroeke. Ja, het zal de stabiliteit aan onze buitengrenzen bevorderen. We hebben al genoeg instabiliteit, genoeg instabiele staten. Een staat die zo corrupt is als Oekraïne kan dus wel een zetje gebruiken. Dat is precies ook wat ze graag willen. Bijvoorbeeld die 1,5 miljoen vluchtelingen die daar zijn. Ik moet er niet aan denken dat die ook nog eens een keertje gaan lopen. Met dit verdrag maken we mogelijk dat er meer grenscontroles komen. Biometrische paspoorten. We kunnen ze uitwijzen. We kunnen de Oekraïnse regering daarvoor verantwoordelijk maken. We kunnen boetes opleggen. Dus ook op dat vlak biedt het meer zekerheden en meer stabiliteit. Dat is geen handel. Dat is gewoon heel verstandig handelen. Nee, dat is ook onzin. Want we zien nu al dat de VVD en de Partij van de Arbeid in dit kabinet niet eens in staat zijn om mensen te weren uit Nederland. Dus dit verdrag, deze papieren werkelijkheid, gaat daar helemaal niets aan veranderen. Want u bent een groot voorstander van de EU als geheel. En de EU gaat op dit moment grotendeels over datgene wat wij kunnen doen als het gaat om grensbewaking. Meneer Van Klaveren kan het niet nalaten om het over de EU te hebben, terwijl het hier over Oekraïne gaat.